Ik ben Sjors Koudhoofd. Sommigen kennen mij ook als MSF of Medist. Bezig met graffiti vanaf mijn 15e, 14e. En dan ga je zo terug naar 1987, 88. Bezig met street art, een heleboel verschillende soorten stijlen en technieken door elkaar. Ik ben nu in het politiebureau Den Haag Hoefkade, waar ik een muurschildering ga maken die ik via het Haags Graffiti Platform heb gekregen. De opdracht is om meerdere divisies van de politie te tonen op de muur. En ik ga daar zelf kijken hoe dat het beste op de muur terechtkomt, omdat er ook een bepaalde hoek in zit. En daar moet ik gebruik van maken in plaats van dat het stoort in het plaatje. Dus dat wordt nog leuk om uit te vogelen hoe dat moet. Het meeste werk is eigenlijk in schetsen en positie. Alles op een beetje oké positie neer te zetten. Dat het plaatje oké is en nou is het vooral inkleuren en detailwerk. Graffiti zoals die halverwege de jaren 80 tot en met 2000 gebeurde. Dat had toch altijd vaak het heimelijke in zich. En dat waren meer zeg maar, strepen, tags, dus de handtekeningen van de artiest zelf. En, of eigenlijk gewoon een beetje het groen en geel van Den Haag. Ergens op een trein, dus een beetje territoriumdrift noemde ik dat altijd maar. En wat je nu ziet is dat de artiesten, of het zijn de jongetjes van vroeger, toch wel uitgegroeid zijn tot artiesten waar steeds vaker een beroep op wordt gedaan. Kijk naar bij leegstand, kijk bij houten platen voor de ramen. Dus er wordt wel heel langzamerhand wordt er gebruik van gemaakt. Naar mijn mening nog te weinig, maar goed, dit zou misschien een goede aanzet kunnen zijn.